Na een gebroken nachtje, nu wel echt dinsdag, een gebroken nachtje voor allebei, hoewel jij op zich nog redelijk geslapen hebt. Geslapen, dat is het probleem niet. Alleen nog steeds last van je rug, hè? Ja. Oei. Maar in ieder geval was het dus vanmorgen nat op de vloer. Dus ik ben al tot 3 keer toe op verschillende plekken duct tape aan het plakken geweest, omdat het door bleef druppelen. Maar Paul zag nou weer 2 druppels. Het komt gewoon onder duct tape vandaan. Dus het schiet niet heel erg op deze manier. Maar het regent ook wel extreem nu, hè. Het is nog steeds aan het regenen. Het is vanmorgen heel even droog geweest, maar het regent gewoon weer net zo hard nu. Gisteren de hele dag op een paar minuten na geregend, dus het schiet niet echt op wat dat betreft, maar goed. Woensdagavond en vandaag eindelijk zon weer gezien. Echt super fijn. Het is ook nog de overlijdensdag van Paul zijn vader. Dus het maakte het iets minder moeilijk deze dag. Ik heb zelf een opruimdagje gehouden. Maar ik heb in ieder geval stickertjes ook even op de auto geplakt. Die we dus nog hadden liggen. Maar die waren nog steeds niet opgegaan. En even met het licht van de camera aan. Paul is in de afgelopen 2 dagen weer een heel eind verder gekomen. Met de profielen en alles. Ook tegen het plafond zitten ook al houders. Dus hij is lekker bezig geweest. Dat is altijd grappig met de cameralamp aan. Als het stoffig is, dan lijkt het net of het heel hard sneeuwt of zo. Maar dat is toch echt niet zo. En hier achterin heeft hij het ook een beetje schoongemaakt trouwens. Er lag allemaal nog weer rotzooi op de vloer. Ik ben zelf trouwens naar het punt van het land weer gegaan. Alleen dit keer dwars door het bos heen. Het ging net even wat makkelijker in verband met nog steeds al het onkruid wat er weer langs het normale pad is gegroeid. En Lucky heeft vandaag weer vlees gehad. Paul zag trouwens vandaag bij ons in het raamkozijn in de woonkamer een kat. Dus hij denkt dus wel, Lucky even naar even zijn bol geven. Maar Paul die staat op en de kat vliegt weg. Waarop Paul zoiets had van, huh? En dus ik kwam eens even kijken, maar Lucky die lag hier gewoon in de voortent. Dus er lag ineens een andere tijgermodel katje bij ons dus in de vensterbank in de woonkamer. Misschien wel gewoon Bella, dat zou me ook niet verbazen. Gaat het regenen? Ja, Paul is bezig nu met de gipsplaten. En daar bovenin... Daar kan Paul niks aan doen, het ligt echt aan het dak. Er zit gewoon een kier daar, maar dat is dus niet Paul zijn schuld. Nee, het was vanmorgen alweer aan het regenen, maar het even droog. Geen zon gezien en nu regent het alweer een tijdje. Het gaat nu weer harder inderdaad ook. Lekker, hartstikke leuk zo. Nou ja, je doet er niks aan hè. En de profielen staan hier ook, de rest van de profielen nu. Alleen daar is het een beetje ingestort. Die zaten nog niet vast en die vielen een keer. En daar in de hoek zit een stukje erbij nu. Dat is ook gesloten. Of was het nou gisteren al? Dat weet ik nou niet helemaal zeker meer. Maar goed, in ieder geval wordt hij te druk. Geklust. Toch nog maar een derde plaatje ook. Altijd fijn. Paul heeft de staanders genummerd. Want die moest een paar tussenuit halen, zei je? Ja. Dan raakt hij in de war. Het is wel handig, in ieder geval. Zo, even YouTube aan het kijken. Even relaxen, hè? Yep. Paul die is tot 7 uur doorgegaan, wel tussendoor even warm gegeten, dus even rustig aangedaan. Maar
En de ene keer ging het weer beter met je rug, hè, gelukkig. Dus omdat je zoiets van... Ik kan al even door, maar ik stopte er terecht mee, want ik ben moe. Ja, precies. Nee, maar lekker bezig geweest in ieder geval. Ja, dus. Zeker weten. Dit ziet er ook weer heel anders uit zo. Met deze deur even tijdelijk erin. Dus die moet nog bijgesteld worden. Maar het ziet er toch alweer heel anders uit zo. Hè? Ja. En die heeft hij er vanmorgen opgewerkt. De houten balk en het profiel. Nou ja, begin van de middag, denk ik. Ochtend, begin middag, heb al. Ja. We dachten vanmorgen trouwens dat we afgesloten waren van het water. Omdat we al meer dan een jaar ook helemaal geen rekeningen hebben gehad. Maar onze plusvriend heeft eventjes geïnformeerd. En we krijgen sowieso trouwens maar één keer per jaar een rekening. Maar het lag dus niet aan rekeningen. Maar er was gewoon hier iets kapot. Dus uiteindelijk heeft Paul het gelukkig kunnen maken. Dus we hebben gewoon weer water gelukkig. Lespen binnen, daar heb ik dus geen zin in. Pa. Gelukkig, Paul heeft hem weggekregen. Die had zelf wel last van een hoornaar bij het huis dus. Gaat goed zo. Nou goed, hij is in ieder geval buiten. Laters.